Dit is N24actueel.nl. We staan nu in het kattenverblijf. Hoeveel katten zitten er nou op dit moment? We hebben op dit moment ongeveer 100 katten. En dan verdeeld over het asiel en over de pleeggezinnen. Maar een stuk of 100 hebben we er zeker wel. In de zomer zijn er zeker meer katten. Sowieso omdat mensen op vakantie gaan. En vaak heb je dan meer zwerfkatten. Maar je hebt ook heel veel kittens die geboren worden. Dus daardoor hebben we altijd zomerdrukte inderdaad. En nemen jullie ook alle dieren aan dan? Nee, niet per definitie alle dieren. Als zwerver wel, maar als mensen afstand willen doen en er is een kat bijvoorbeeld echt heel oud dan, of heel erg ziek, dan kan het wel eens zijn dat we hem niet aannemen. Omdat in principe willen we een dier kunnen herplaatsen. En als wij inschatten dat het niet meer kan, zou het kunnen zijn dat we een dier weigeren. Maar nooit als zwerfdier. Als een zwerfdier binnenkomt, dan nemen we hem natuurlijk altijd aan. En zeker als hij gewond is. Of. Wat zijn nou de redenen dat mensen hun kat of hond afstaan, speciaal in de zomerperiode? Kijk, niemand geeft als reden dat mensen op vakantie moeten. Maar wat vaak is allergie. Of mensen gaan verhuizen. Of mensen gaan naar een verzorgingstehuis. Of mensen hebben meer huisdieren onderling en het klikt niet meer. Dat zijn wel de meest terugkomende redenen. We staan nu bij de seniorenopvang. Wat houdt dat precies in, Ronald? Seniorenopvang zijn eigenlijk honden die ouder zijn dan 10 jaar. En die bij ons eigenlijk hun oude dag mogen slijten. Maar in de praktijk blijkt dus dat we ze heel vaak nog wel kunnen herplaatsen. Maar mocht dat niet lukken, dan mogen ze de rest van hun leven blijven. Dat is eigenlijk een ander stukje in het asiel, want dat wordt gesponsord, dit gedeelte. Ja, het is eigenlijk, wij zijn eigenlijk uitvoerend, dus wij verzorgen de verzorging. Maar de hondenbescherming die coördineert het en die betaalt het. Ja, het is echt om oudere honden die heel moeilijk plaatsbaar zijn, om die nog een goede oude dag te geven. Ik hoor de honden blaffen, Ronald. Hoeveel honden zitten er nou op dit moment hier? Ja, op dit moment met seniorhonden erbij hebben we er ongeveer 20. En dat is voor de zomer toch wel weinig. Want normaal is het wel drukker, maar... Ja. Waar ligt dat aan? Ja, dat weten wij zelf ook niet. We hebben echt geen flauw idee. Het bekende hond aan de boom verhaal, komt dat nog wel eens voor? Ja, incidenteel gebeurt dat wel. Ja. Meestal zetten ze hem gewoon letterlijk op straat, hè, totdat iemand anders hem vindt. Maar ja, 1 of 2 keer per jaar binden ze hem nog wel aan een boom vast. Ja. En dan worden jullie benaderd en nemen jullie altijd zo'n beetje in het asiel op? Ja, zwerfdieren wel. Ja, als een echte een hond aan een boom vast zit, dan wel. Met katten zit er nog wel een procedure aan, maar als een hond over straat loopt, dan nemen we hem eigenlijk wel altijd op. Ja. Dan zitten hier natuurlijk heel veel beesten, er lopen ook heel veel mensen rond, vrijwilligers. Die heb je natuurlijk nodig om de boel draaiende te houden. Absoluut, ja. Zonder vrijwilligers kunnen we eigenlijk niks. Dan zouden we de hoognodige zorg kunnen doen, maar... Nee, dan zouden de dieren het lang zo goed niet hebben als nou. Nee. Met de open dag komen er gemiddeld wel 500-600 mensen, soms wel meer. En er zijn altijd wel mensen die dan besluiten een dier te nemen. Kijk, op de open dag zelf mag het niet, maar als ze de volgende dag terugkomen, dan zijn ze uiteraard meer dan welkom. Ja. Waarom mag het op de open dag niet? Ja, wij willen tegengaan dat mensen uit een emotie, omdat ze het zielig vinden of omdat ze, dat ze niet uit een emotie meteen een dier nemen, maar dat ze er rustig over nadenken. En als ze het dan de volgende dag nog steeds willen, dan vinden wij het natuurlijk prima. Ja. Tot slot, de open dag. Wanneer is die? Die is 29 september en iedereen is welkom. Meer nieuws. Meer video's. 24 uur per dag. N24actueel.nl